Bouke Scholten. In februari won hij op de televisie het programma The Tribute Battle of the Bands met een aantal prachtige nummers van Elvis Presley, zijn grote voorbeeld. Ik weet dat zijn agenda die was altijd al vol. Nu is er volgens mij helemaal geen gaatje meer te vinden. Ik vind het heel erg leuk dat hij vandaag toch de tijd heeft genomen om hier langs te komen, samen met zijn gitarist Leon Hermans. Luister naar Bouke en In the Ghetto. As a snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in a ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in a ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cool wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries, as the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as a young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. Wauw, fantastisch gezongen. Bouke was dat op Radio M Utrecht in de ghetto. Kom erbij! Want, jeetje, even de koptelefoon ophangen. Dat moet ook allemaal nog even gebeuren. Ze gaan zo meteen nog een keertje voor u spelen. Een andere mooie van Elvis Presley. Bouke, wat leuk dat je er bent, jongen. Hartelijk welkom in aan tafel. Dank je wel. Jeetje, hoe gaat het met je? Op dit moment, waar zit je in? Ja, het gaat bijzonder goed. We doen hele leuke dingen. We hebben afgelopen weekend op Paaspop gestaan met de Elvis Matters Band. En dat was een groot succes. Ja. Echt heel veel mensen ook. En gigantisch leuk om dat te mogen doen. Ja, in hoeverre is jouw leven veranderd sinds dat programma? Want je was daarvoor natuurlijk al erg bekend, veel optredens. Maar nou is het volgens mij helemaal een gekkenhuis geworden. Veranderd. Meer veranderd in de zin dat eigenlijk meer mensen je herkennen. Ik ben nu natuurlijk al best lang bezig. Dus zeker. Ik had wel natuurlijk enige bekendheid al. Alleen nu is het gewoon echt wel zo dat mensen ook je iets meer herkennen. En je mag nu de grotere festivals doen. En theaters raken meteen uitverkocht. We staan hier geloof ik ook ergens in Utrecht. Ja. En de meeste theaters zijn binnen een avond uitverkocht. Het is ongelooflijk. Is je leven er leuker op geworden, vind je? Nou ja, weet je, ik doe wat ik het liefste doe en dat is zingen. En, ja. En met de band is het natuurlijk fantastisch, daar krijg je wel een kick van. Dat geeft je wel een boost, zeg maar. En we gaan dit weekend gaan we in repetitie voor het Ziggo Dome. Want dat is de hoofdprijs, hè? Ja, volgende week is het al zover en dan mogen we alweer
de drie Ziggo-Dome-concerten doen. Dus dat is ongelooflijk. Echt, ja. Hoe was het om dat hele spektakel op televisie mee te nemen? En dan heb ik het over het programma op tv. Want TikTok, dat wordt helemaal door miljoenen mensen wordt dat bekeken. Mm-hmm. Het televisieprogramma op SBS6 met Gerard Ekdom. Wie zaten er in de jury? Cesar Zuiderwijk, Angela Groothuizen, Spike van Direct. Hoe was dat om daaraan deel te nemen überhaupt? Het was natuurlijk het vierde programma waar ik eigenlijk aan deelnam. Ja. En ik weet dat mijn vader zei van, ja, moet je dat wel doen? Want je hebt eigenlijk al drie programma's gewonnen. En om nu weer met een programma mee te doen, je wordt toch elke keer weer voor die leeuwen gegooid, zeg maar. En dat is eigenlijk ook wel zo natuurlijk. Je wordt bekritiseerd door een jury. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik hoorde wie de jury was, toen dacht ik wel bij mezelf van, dit is een jury van muzikanten, van mensen die echt wel snappen hoe het werkt. En die al heel lang aan zelf aan de weg hebben getimmerd. En natuurlijk op een bepaald niveau zijn. Dus gepresenteerd door Gerard Ekdom. Ja. Ook gewoon een fantastische man is om mee samen te werken. Ook een muziekfreak, hè? Ja, muziekfreak en heeft ook gewoon kennis van zaken. Ja. Dus ik had er wel vertrouwen in om met mijn band daar te kunnen staan. En mijn bandleider Leon Hermans, die heeft een band bij elkaar getoverd, moet ik eerlijk zeggen, waar je u tegen zegt. Ja, stel ze eens voor, ze zijn hier nu niet. Maar ze zijn hier nu niet allemaal, maar mijn pianist die aan het programma meedeed was Andy Niemeyer. De bassist was Björn Groenen. Ja. Michael van Wergen op de drum. Natuurlijk Leon Hermans, gitarist. En dan had je nog de Furf Vocals, de drie meiden die de backings deden. Ja, nou, het dak ging er werkelijk af. Heb jij nou ook nog wat kunnen leren? Want je zegt het zelf, je bent al een flinke tijd bezig. Je stem is fantastisch mooi. Dank je wel. Heb je nog iets kunnen leren van bijvoorbeeld het commentaar van die jury? Of heb je daar gestaan van, ik doe mijn ding en kijk, wij hebben wel gewoon in ons achterhoofd gedacht van, we doen gewoon ons ding zoals we normaal ook altijd doen. En op een gegeven moment krijg je wat kritiek mee van de jury natuurlijk. Je hebt natuurlijk altijd lichtelijke puntjes van kritiek. En die hebben we wel meegenomen ook. Ja. Zeker. Wat betekent Elvis voor jou? Nou ja, Elvis is, hij werd volgens mij vorige eeuw als de Artist of the Century bekroond. En ik denk wel dat hem die eer toekomt. Ik bedoel, hij was in vele dingen was hij de eerste. Ja, en ik bedoel, ik ben zelf altijd een hele grote fan geweest van Tom Jones. En ook van de soulmuziek. Maar toen ik Elvis ontdekte, moet ik eerlijk zeggen dat ik hij heeft zoveel muziek dat zo breed is. Country, soul, gospel, rock and roll. Ja. Er is eigenlijk geen categorie waar hij gewoon niet in waar hij geen liedjes in heeft uitgebracht. Dus ik bedoel, voor ieders wils. En ik denk dat Elvis gewoon heel makkelijk te beluisteren is als je een cd'tje van hem opzet. Of je kunt gewoon de hele dag Elvis luisteren. Er is zoveel meer dan wat de mensen alleen kennen. Ja, het leuke van radio is dat ik zie jou. En ik zie jou als je dat liedje net zingt in de ghetto met je ogen dicht. Mm-hmm. Is dat voor jou nog anders eigenlijk om voor tv op te treden of voor radio? Oh. Of ben je altijd hetzelfde? Ik krijg vaak ik krijg vaak een licht puntje van kritiek dat ik vaak mijn ogen dicht heb. De meeste mensen denken dat ik zie je niet. Of zo. Maar het is echt een moment van inleving ook. En kijk, op het moment dat je liedjes zingt, wil je dat gewoon altijd met het juiste gevoel doen. En ik denk dat je dat niet altijd met het juiste gevoel kunt doen. Want als je bijvoorbeeld voor een publiek staat van 17.000 mensen en je moet op een gegeven moment de ghetto zingen, dan is het misschien in een kleine publiek is dat veel meer gevoel. Dus dan kun je niet altijd hetzelfde gevoel natuurlijk van jezelf opeisen. Maar ja, op het moment dat ik mijn ogen sluit, dan kom ik in het liedje. Ja, en dan figuurlijk je ogen sluit. Ja. 18 en 19 april is het eerbetoon aan Elvis met je eigen It's Now or Never, een Ziggo. Ja. Hoe gaat dat eruit zien? En zijn daar überhaupt nog kaarten voor? Of is dat helemaal al uitverkocht? 19 april is al uitverkocht, volgend jaar. Oké, jeetje. En 18 april, daar zijn natuurlijk nog wat kaarten voor. Ja. Wat kaarten, nog heel veel kaarten. We zitten op een aardig aantal alweer. Spreek je over een jaar verder, hè? Ja, spreek een jaar verder. Maar ik geloof dat 1/3 al verkocht is. Zo. Van het... Ja, wat is het? Een stadion, hè? Ja. Het is een soort stadion, dus. Ja, precies, ja. Dus dat gaat ook fantastisch. En de kaartverkoop gaat gewoon lekker door. En we hebben natuurlijk deze drie concerten die we nu mogen doen. Dus ik verwacht ook dat daar nog wel heel wat mensen misschien overstag gaan. En die ook nog naar het Ziggo-Dome toe willen. Dus ik heb er alleen maar goede vertrouwen in. Je bent een paar keer op Graceland geweest, toch? Ook om daar te spelen. Ja, klopt. Is dat nou nog een ambitie van jou? Om toch ook daar in Amerika door te breken? Ja, door te breken niet. Ik heb ook eerlijk gezegd, want de vraag is me natuurlijk vaker gesteld. En als mensen mij vragen, zou je in Amerika willen doorbreken? Zeg ik nee. Want ik heb hier mijn familie en ik heb hier mijn kinderen. En daar geniet ik heel erg van.
En wat is carrière tegenover je eigen geluk. Eigen bloed en geluk en gezondheid. En weet je, ik bedoel, mijn gezin en mijn, tenminste mijn kinderen en mijn familie, dat is gewoon mijn alles. En daarnaast komt een carrière. Nou, dat is heel mooi. En dat liet je ook duidelijk blijken. Hè? Op televisie zaten ze in de zaal, je kinderen. Ja, klopt. Dat was heel mooi ontroerend. Nou ja, vooral bij het liedje My Boy. Weet je, ja, als je op een gegeven moment een liedje als My Boy zingt, dan wil je ook die juiste ontroering daarin brengen. En dat kon ik alleen doen als mijn zoons in de zaal zaten. En die zaten er toen. Die zaten er. Het lied werd eigenlijk aan hun opgedragen. Ja, was heel erg mooi. Can't Help Falling in Love. Wil je hem voor ons zingen? Die gaan we voor jullie doen. Ja, hartstikke goed. Zeker. Ga ik jou nog een keertje aankondigen. Bouke, samen hier met gitarist Leon Hermans. Nou ja, dus de eerbetoon aan Elvis 18 en 19 april volgend jaar. En hij gaat ook nog optreden bij ons in Soestdijk. Daar komen we zo meteen over te praten. Wise man. Say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. If I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. My whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling. Fantastisch hoor. Bouke was dat hier live gespeeld in aan tafel op Radio M Utrecht. Met op gitaar Leon Hermans. Bouke, ja, 16 juli, Royal Park in Soestdijk. Ja, prachtig decor natuurlijk van Paleis Soestdijk. Dat was meteen al uitverkocht, geloof ik, hè? Ja, dat was echt, geloof ik, heel snel in ieder geval. Binnen een week of zo. Ongelooflijk. Ja. Hoe is het met jou als je het vergelijkt met een paar jaar geleden? Want je komt op mij over als een nuchtere jongen. Ben je dat ook? Of moet je daar echt je best voor doen om het allemaal een plaats te laten krijgen? Want er gebeurt nog wel wat in je leven. Nou, ik doe totaal geen best om mezelf te zijn. Nee. Dus ik ben gewoon mezelf. En ik denk dat ik best wel nuchter in het leven sta. Ja, is dat het gezin waar je uitkomt? Ik kijk even naar je lieve vader. Die, die zit hier op de bank mee mijn te luisteren. Mijn vader is ook heel nuchter en mijn moeder ook. Ja. Het is niet zo dat we... Kijk, zoals bijvoorbeeld het programma, dat ben je dan. En dan wordt daarover nagesproken. Maar het is niet zo dat we daar nu helemaal... Dat we daar nu nog steeds voor op de knieën liggen. Of nee, nee. Dat is geweest en dat is goed. Ja, dat is geweest. En dan gaan we verder naar het volgende. En natuurlijk wordt er nog wel eens een keer weer aan teruggedacht. Maar we gaan zeker niet met onze neus in de wind lopen. En we zijn gewoon heel nuchter daarin. Hartstikke goed. Stel hè, dat Elvis nou nog zou leven en je had de onmogelijke manier om hem te spreken. Je staat tegenover hem. Ja. Wat zou je hem dan willen vragen? Hoe hij het voor elkaar kreeg om zo'n rotzooitje van zijn leven te maken eigenlijk, weet je? Ik bedoel, hij was natuurlijk verslaafd aan pillen die hij op dokters voorschrift kreeg. Maar ja, daar raakte hij wel natuurlijk behoorlijk aan verslaafd. En met het leven wat hij had, ik denk... Hij werd geleid door een manager die hem eigenlijk gewoon
veel liet werken en alleen maar liet werken. En ook, al, Parker, hij, ook al had hij koorts of was hij gewoon ziek, hij zou gewoon op het podium staan voor die mensen. Ja. En hij heeft eigenlijk zijn hele leven gegeven voor het publiek. En dat was ook zijn daar lag zijn hart, om het publiek blij te maken. Dat herken ik wel. Alleen, ik moet wel zeggen dat ik wel ook aan mezelf ga denken als ik bijvoorbeeld ziek ben of zo, dat ik dan echt wel even moet zeggen van, nu gaan we even wat kalm aan doen. Want ja, je gezondheid is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. En daarentegen, pillen slikken is nooit goed. Nee, heb jij die film ook gezien met Tom Hanks in de hoofdrol als Colonel Parker? Ja, ik heb de film gezien. Ja. Was dat nou een beetje waarheidsgetrouw? Of zeg je van, misschien wel ook wel een beetje geromantiseerd hier en daar? Nou ja, tuurlijk. Het blijft een film. Dus, en ik snap ook dat ze niet een heel leven natuurlijk in 2 uur kunnen stoppen. Nee. Dus er zijn natuurlijk hier en daar wel wat puntjes wat misschien soms wat overdreven is. Ik bedoel bijvoorbeeld dat hij een woedeaanval kreeg op het podium. En dat hij op een gegeven moment zijn manager ontslaat, dat is nooit gebeurd, bijvoorbeeld. Kijk. Dat is echt nooit gebeurd. Alleen, tuurlijk heeft hij wel eens van zich afgesproken naar de pers toe. Want de pers bekritiseert iedereen en ook hem. En hij was op een gegeven moment was hij boos omdat hij verkeerd in een daglicht werd gesteld. En dat zijn dochtertje dat kon lezen in de krant ergens, dat vond hij verschrikkelijk. Dus daar heeft hij wel eens een keer iets over uitgesproken. Maar hij heeft nooit zo'n woedeaanval gehad, wat hij dus in die film. Nee. Ik ben een serie aan het kijken. Dat is op zo'n streamingdienst, Prime Video. En dat heet Daisy and the Six. En dat wordt gespeeld door de kleindochter van Elvis. Heb je daar wat eens van gehoord of niet? Ik heb wel van de serie gehoord. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Nou, dat gaat weer over de muziek van Fleetwood Mac. Hè? Het is daarop gebaseerd. Erg leuk dat zij daar een hoofdrol in speelt. Leren gitaar spelen daarvoor. Ja, precies. Ja. Ze is eigenlijk voor het eerst aan het zingen. Ja. Voor die serie. Hartstikke goed, hoor. Ja, hartstikke leuk. Ja, leuk is dat. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Jouw favoriete toekomst? Hoe zou je Willem omschrijven? Mijn favoriete toekomst? Ja. ja. Kijk, het klinkt misschien heel cliché, maar ik hoop gewoon gelukkig te blijven en gezond te blijven met mijn familie. En dat is gewoon dat is punt 1. En wat carrière betreft gaan we natuurlijk deze 3 Ziggo Dome concerten doen. Ik hoop dat volgend jaar 2 Ziggo Dome concerten ook alle 2 uitverkocht raken. Dat zou fantastisch zijn. We gaan een liedje uitbrengen. En dat is wel een heel mooi verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een liedje dat Elvis ooit had willen opnemen. Geschreven door de bassist van Elvis, Jerry Sheff. En hij vroeg Elvis op een dag, waarom breng je geen rocksongs meer uit? En toen zei Elvis van, ja, als de goede waren, dan had ik die wel uitgebracht. Maar er zijn gewoon geen goede meer te vinden. En toen zei Jerry Sheff van, dan ga ik voor jou een liedje schrijven. En het liedje heet Fire Down Below. En dat liedje is op een gegeven moment, wilden ze gaan opnemen in de Jungle Room, op de laatste album van Elvis, Moody Blue. Maar op een gegeven moment voelde Elvis zich niet helemaal goed. En zei dus tegen de band van, gaan jullie maar voor vast de muziek erop zetten. Ik ga naar boven. En later zet ik mijn vocals er wel op. En hij heeft dat nooit kunnen doen. Hij is ziek geworden. En op een gegeven moment is hij, geloof ik, een aantal weken later is hij gestorven. Dus hij heeft nooit het liedje kunnen opnemen. Maar ik vond het wel zo'n mooi verhaal dat ik het liedje heb. Ik heb het liedje opgenomen met mijn band. En we hebben er een klein beetje een soort vernieuwde versie van gemaakt. Wat meer als deze tijd klinkt. En het is, het is een fantastische track geworden. En die gaan we dus uitbrengen op de dag dat ik dus het eerste Ziggo Dome concert ga doen met mijn band. Ah, wat leuk. Ga je hem daar spelen ook? Daar gaan we hem ook spelen. Ah, fantastisch. We kijken dan uit. Het is volgend jaar 18, 19 april, Ziggo Dome. Ja, helaas, Royal Park Soestdijk is uitverkocht. Alle dingen die jij gaat doen, is dat te zien op jouw site? Kunnen we daar kijken? Zeker, en sowieso op social media's. Volgens mij op Instagram, op Facebook, overal is het te zien. TikTok tegenwoordig ook. Dus, zeer populair. Gewoon onder de naam Bouke? Of Elvis Matters? Nee, Bouke. Bouke, hè? Ja, Bouke. Live. Bouke live. Live. Okay. Hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn. Want wij weten dat je heel erg druk bent. En het gaat je goed in de toekomst. En dat geldt ook voor jou, Leon. Dankjewel, hè. Dankjewel. Dankjewel allebei. Dankjewel.